INO werkt aan de versterking van de regiefunctie. Maar wat is regie? INO is als onderdeel van NSIT eindverantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en wendbaarheid van het IT-platform van NS. Onze eindverantwoordelijkheid passen we toe door regievoering en samenwerking in de keten. De komende tijd versterken we onze rol als regievoerder. Wat verandert er? Net als nu blijft INO eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van ons IT-platform. Maar de manier waarop we die verantwoordelijkheid invullen verandert. De taken zullen, meer dan nu, worden uitgevoerd door de voorsprongleveranciers. Als eindverantwoordelijke gaan we die leveranciers meer monitoren, bijsturen en auditen. Wat houdt dat precies in? Het versterken van onze regiefunctie op de voorsprongleveranciers gebeurt op vijf manieren. INO is eindverantwoordelijk voor de IT-dienstverlening van de voorsprongleveranciers. INO monitort en stuurt op basis van gemaakte afspraken, zoals KPI's, SLA's, OLA's en Continuous Service Improvement. INO initieert en monitort audits op de geleverde diensten. INO accepteert wijzigingen op nieuwe of gewijzigde diensten. INO managt de voorsprongcontracten. Deze regieversterking heeft betrekking op de run- en change activiteiten die onderdeel zijn van het contract met de voorsprongleverancier. INO-activiteiten buiten het contract blijven onveranderd. Wat betekent dat voor jou? Regie voeren doet een beroep op andere kwaliteiten en competenties. In de IT-regieorganisatie ligt de focus niet zozeer op het zelf doen, maar op laten doen. Collega's in een nieuwe regierol. Zetten zich in als een deskundige partner. Ze voeren regie over de processen die resulteren in het gewenste niveau van IT-dienstverlening. Je maakt in deze nieuwe rol heldere resultaatafspraken met de voorsprongleveranciers en collega's in de andere bedrijfsonderdelen. En je monitort of deze afspraken op de juiste manier worden nagekomen. Het voorsprongcontract is daarbij leidend. Sturing op bijvoorbeeld tevredenheid van klanten en gebruikers wordt dan belangrijker. De betrokken collega's krijgen de kans zich hierin te ontwikkelen, bijvoorbeeld door middel van additionele scholing. De versterking van de regiefunctie vraagt dus een andere invulling van rollen. Er is al een groot deel van de voorsprongwerkzaamheden overgedragen aan leveranciers, en de komende periode worden er nog meer processen en activiteiten overgedragen. Om deze nieuwe werkwijze verder tot bloei te laten komen, worden de processen en de organisatieinrichting aangepast. Daar werken we de komende tijd zorgvuldig naartoe. Op deze manier zetten we IT optimaal in voor de realisatie van mooie ideeën, veranderingen en projecten. Want IT innoveert NS voor onze reizigers.